Welkom bij Rondreizen. Bert, we hebben 3 dagen lang Amerika gehad. Ja. Maar gelukkig reis je ook nog een andere plek op de wereld. Ja, 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 ja. Waar neem je ons vandaag mee naartoe? Nou, ik neem jullie vandaag mee naar Ethiopië. En daar moet ik wel even eerlijk over zijn. Normaal reis ik met mijn vrouw en mijn kinderen. Nu, dit was voor een televisieprogramma. De Pelgrimscode, waar ik aan mee heb gedaan. En heb ik gezien. Zo kwam ik in Ethiopië terecht. En buiten dat programma. Wij zijn door dat land gereisd. En dat is zo mooi. Het begon niet zo mooi, want we kwamen aan op het vliegveld. En toen gingen we even iets eten op het vliegveld. We hadden honger. En toen gingen we met een busje Addis Abeba. Mm-hmm. Nou, in ieder geval de hoofdstad. Ja. En we zaten in dat busje. En ik denk, ik voel me helemaal niet lekker. Wow. Diarree dus. Nee. Dus ik zei, jongens, ik moet geloof ik even naar het toilet. Ja, een slecht Engels. Sorry, we can't stop here. Een week opgezeten. Ja, maar het werd echt, ik dacht, ik moet nu naar een toilet, anders gaat het mis. Dus toen zei ik tegen die chauffeur, als je nu niet stopt, nou, dan scheid ik de hele bus onder. Ja, ik was echt in paniek. Nou, hij op zijn ren en heeft hij me meegenomen naar een of ander gebouwtje. Daar moest ik nog 5 trappen op. Nou, en net op tijd is dat allemaal gelukt, maar dat is mijn enige nare ervaring in Ethiopië. Ja, want voor de rest... Ik moet eerlijk zeggen, als ik denk aan Ethiopië, is het eerste wat toch bij mij opkomt is, dat lijkt me best gevaarlijk daar. Waarom weet ik niet, maar dat beeld heb ik. Nee. Er zijn bepaalde gebieden. Ethiopië is ontzettend groot. Hè? Mm. Aan de grens met Eritrea bijvoorbeeld en in het zuiden. Er zijn plekken waar je niet moet komen. Maar dan kan je heel goed door een reisbureau wat daarin gespecialiseerd is, door laten informeren. Maar op heel veel plekken in Ethiopië, daar kan je gewoon reizen. Okay. En dat zijn bijzonder vriendelijke en hele mooie mensen. Okay. En je komt er ook meer reizigers tegen? Kom je ook andere... Ja, okay. Niet heel veel. Ik bedoel, dat is natuurlijk anders dan wanneer je naar Spanje of naar Amerika of naar Frankrijk gaat. Je komt er backpackers heel veel tegen. Redelijk jonge mensen, maar ook mensen van mijn leeftijd en alles wat ertussen zit, die daar rondreizen. En wat het mooie aan Ethiopië is, is dat het een land is wat ook weer alles in zich heeft. Dat hebben heel veel landen in Afrika. Hè? Mm-hmm. Soms waan je in de natuur in Frankrijk en soms waan je in Amerika. En soms is het ook echt heel erg Ethiopië. Het is niet heel erg droog, dor en bruin? Nee. Dat hangt een beetje van het seizoen af, waarschijnlijk wanneer je komt. Maar het was super groen juist toen ik er was. En dat was in augustus, september dat ik er was. Maar wat je daar hebt, je hebt daar heel veel verborgen schatten. Ben je een beetje religieus? Een beetje bijbels? Nee, goed. De wetten, de 10 geboden, zeggen dat die daar liggen ook, bijvoorbeeld. En ik ben bij een processie geweest. Duizenden mensen, helemaal in het wit, met een fakkel. Mm-hmm. 4:00 meelopen. Maar je hebt ook in Aksum, bijvoorbeeld, heb je ondergrondse kerken. Ja, maar echt waanzinnig. Je ziet dus niks als je zo kijkt. En daar zijn ze de grond ingegaan en daar hebben ze uitgehouwen in de steen. Ja, dat zijn gewoon fantastische kerken onder de grond. Indrukwekkend. Heel indrukwekkend, ja. En het eten is... Dat moet ik net zeggen. Ja. Ja, want dat vind ik altijd belangrijk als ik op vakantie ga, dat ik toch het eten een beetje... Want als ik 3 weken iets moet eten wat ik niet lekker vind, nee, dat hoe is dat? Dan weet ik niet of jij naar Ethiopië moet. Nee, het is niet heel gevarieerd. Nee. Ze hebben daar van die... De naam is me even ontschoten. Maar het is een soort van pannenkoek. Daar pak je een stukje van. En dan pak je, want je eet met de handen veelal. Mm-hmm. En dan pak je vlees of een ander groente dingetje erbij. Maar ik ben op plekken geweest. Ja, dan was die... die pannenkoek, dus je proefde het zand een beetje. Of wat dan ook. Ja, ik begrijp je gezicht... Maar toch, hè, als je het meemaakt en je komt bij die mensen thuis. Ik heb bijvoorbeeld de beste koffie ooit gedronken. Ik kwam bij Ethiopische mensen thuis. Mm-hmm. En dat is een ritueel daar ook. En dat is heel mooi om mee te maken. Want dan hebben ze rauwe bonen. Die gaan ze eerst branden. Gewoon zoals het officieel gaat. Maar dat is om jou te ontvangen. Dat duurt een uur
voordat de koffie gezet is. En dan uiteindelijk, en dat is omdat ze jou zo graag willen ontvangen, jou een belangrijke gast vinden, krijg je zo'n kopje koffie. Ethiopische koffie. Wat jij in vakantie een uur moet doen om over een kopje koffie... Heb je niet heel veel koffie gedronken die hele vakantie, hoop ik, voor je? Frits, ben je toch een cultuurbarbaar, man. Ja. Sta eens open voor nieuwe... Ja, één keer. Ja, één keer. Nee, het eten is niet geweldig. Maar, dan gaat het niet om de koffie, maar dan gaat het natuurlijk om de belevenis van het ritueel. Wederom, ook Ethiopië. Heel veel schitterende natuur. En slaapplekken? Ik bedoel, zijn er hotels? Of zijn er, ja, maar of dan slaap moet je bij mensen thuis? Ja, ik heb ook bij mensen thuis geslapen, maar dat... Het kwam ook door dat het voor het programma was. Maar je hebt ook hotels. Ja, dat moet je niet vergelijken met de westerse hotels. Nee. Vier sterren betekenen daar iets anders dan dat het bij ons betekent, zal ik maar zeggen. Dus ik heb ook wel op plekken gelegen dat ik dacht... ja, ik hou geloof ik maar zoveel mogelijk aan... want ik weet niet wat hier verder nog rondloopt in deze kamer. Nee. Maar je hebt gewoon ook betere hotels. Maar echt... Maar... Hij top staat in je top 5 van inspirerende reizen? Ja, zonder meer. Ja. Zonder meer. Ja, zonder meer. En dat is de combinatie van natuur, van vriendelijkheid van de mensen. En dat zei ik al, maar echt hele mooie mensen zijn het. En, en ik hou wel van een beetje avontuur. Er mag ook wel eens iets gebeuren. Heel goed. Maar ik neem je morgen wel weer ergens anders mee heen. Ja, we gaan dichter bij huis komen volgens mij. Ja. Waar gaan we morgen naartoe? Spanje. Spanje. Leuk.